Het is tijd voor alternatieven, vind ja, ik. Absoluut, ja. En als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de beginnen alternatieven te komen, hè. Hm. Want bijvoorbeeld als je kijkt naar Office, Word. Mensen zeiden dat, ja, maar je hebt Word nodig. En dat is precies dezelfde reden. Hè? We moeten upgraden, want anders zijn onze documenten niet compatible. Ja, ik begrijp dat niet. Want de meeste mensen, zeker de mensen waarmee ik werk, dat zijn copywriters. Die zijn meestal bezig met dingen, hoe heet het, vorm te geven en weet ik voor wat. En terwijl ik het enige wat ik van ze wil hebben is tekst. Ja. Sterker nog, wij krijgen nu voor een project krijgen wij allemaal Word-documenten aangeleverd. Die moeten we in een content management systeem hangen. Dat betekent dat we dus eerst moeten knippen. Vervolgens gaan we plakken. Daar komt blijkbaar een soort van Word kots HTML uit. Je moet even uit. Kijken naar Pandoc. Maar het punt is dus, er komt dus ranzig HTML uit. Maar je moet en dat dus moet gesanitized worden. Kijken naar Pandoc. Pandoc. Ja. En dat is wat een programma. Maar wat je nu ziet is dat mensen die het begrijpen, die typen hun teksten in Markdown. Dat is gewoon een brabbeltaaltje, maar wel gestructureerd brabbeltaaltje. Maar het is gewoon gestructureerde tekst. Ja, je weet wat een kop is en wat bold moet en wat scheef moet, et cetera. En dat kan je. Er zijn tooltjes voor om dat om te zetten naar HTML. Ja. Maar er is nu. Je hebt ook Pandoc. En Pandoc, dat is op de terminal, super nerdy ding is dat. Maar dan kan je gewoon met een simpel command maak je van een Markdown document een docx document. Ah, oké. Okay. En dan is het een gestructureerd docx document. Met titels en headings, alles. Okay. Maar dat is heel erg belangrijk. Jongens, probeer vooral in, als je Word gebruikt, probeer de outline mode eens. Ja. Daarmee kan je complete paragrafen herschikken en weet ik veel wat. Dat is een ware tool. En het is ook een hele leuke structure tool als je geen, als een keer een, je gedachten op een rijtje wil zetten. Hele handige modus. Daar is die. Nou ja, goed. Maar ja, wat je dus ziet is dat mensen verschillende. Ik gebruik meerdere tools om een. Als ik een artikel schrijf, dan gebruik ik een klein tooltje om een outline eerst te maken. Simpel webtooltje. Ja, precies. Ja. Waarin ik de outline beschrijf. Daarna gebruik ik een hele simpele Markdown editor. Die €3 kost of zo. Hmm. Die webtool is gratis. De Markdown IA Writer is, of misschien is die een tientje of zo. Ja, iets dergelijks inderdaad. Die daarin €5 typ ik, op typ de mijn iPad hele of zo. Artikel. Ja, dat doe ik ook. En dan met Pandoc, wat gratis is, maak ik er een docx van, zodat mijn collega's het ook kunnen lezen. Het is echt zo simpel en bijna gratis. Maar eigenlijk wil je, ik wil helemaal niet de vertaling naar Word. Sterker, de mensen die aan content management, met content management systemen werken. Ja. We hebben het er regelmatig over. Die WYSIWYG interface moet sowieso weg. Want als je dus mensen vanuit Word naar dat CMS laat knippen en plakken, dan gaat je website stuk. Maar je kan dingen dus ook, zijn geen titel, Pandoc kan je dus ook andersom bond gebruiken. Je kan een docx document kan je omzetten. Oké, dat is heel erg handig. Normale, naar tekst. Gestructureerde tekst of naar Markdown of wat. Naar dan. Markdown of misschien gewoon naar tekst. Ja. TXT. Het lijkt mij een oplossing. Het is sowieso heel interessant om een hele grote bubs aan content in te voeren in CMS. Ben ik dus nu ook echt achter. Ja, maar daar moet je tools voor gebruiken. Daar moet je inderdaad dat soort command line tools voor gebruiken. Die zijn er. Ja, maar ook gewoon structuur. Weet je wel, je moet je eigen werk kunnen structureren. En ik merk dat vooral heel veel copywriters die grote bubsen aan tekst maken, dat er niet een soort van, omdat copywriters juist heel autonoom zijn, dus bijna die zijn per default eigenlijk al freelance. Tenzij je echt voor een heel groot bedrijf kan werken. Ja. En die doen maar wat. Die rommelen maar wat aan. En die hebben eigenlijk nooit connectie met een websiteonderhouwer of wat ook. Weet je wel, de Word-bestanden worden over de heg gegooid. En mensen denken dat het allemaal yokidoki is. Ja. En dat is dat heel irritant. Daar zou een standaard voor moeten komen. Ja, hè? En wordt het precies een standaard. Directories met tekstbestanden of Markdown-bestanden, weet ik veel. Ja, Markdown. Mensen moeten Markdown gaan gebruiken. Ja. Ze gaan allemaal Markdown gebruiken voor alles. Markdown. Ja.